maar ik heb één mening als je zover bent. Zolang we niks anders mogelijk kunnen vanuit Den Haag. Uiteindelijk hopen we jullie natuurlijk wel weer hier in de zaal te zien en lekker buiten weer als het mooi weer wordt. Maar vooralsnog, op deze manier lekker in beweging blijven. Goed voor je mind, goed voor je lijf. Drie hoog, buik in. 8, 7, 6, 5. Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, maar knak de beweging zo groot mogelijk. Oude slag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Door naar de heel keer, op 10. 8, 8.
stoppen. En de armen op schouderhoogte, hoog. Is dat veel mogelijk? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, laatste. Vanuit hier. 8, 8. Strek uit. 8, 7, netjes. 6, 5, kom. 4, 3, 2, laatste. Strek uit, naar voor, verder achter, op. Dus de armen naar voor wordt de rug wat rond, in de bovenrug. Naar achter wordt hier hol. Dus op de bovenrug, hol. En op. 8, 7, 6, 5, let op. We gaan de andere kant op. Hoog en ver naar achter. Voorop en achter. 4, 3, 2, laatste. Duimen naar elkaar. Armen hoog opgetild, hoofd in het midden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, laatste. De armen voor hoog en zijn daar. En dan komen we op je matje als je dat nog niet was. We zetten de voeten breed naar buiten. Zodat je niet wegglijdt. We beginnen op de linkerkant. Je linkervoet wijst wat naar buiten. Vanuit je linkse neus, knieën naar buiten. Zet hem maar in de kip. Ondertussen trek je je voor op. Dus vanuit je bekkenbodem trek je hem op naar de onder de navel. Gaat hem naar achter binnen omhoog. Hou vast. Rechterarm op. Duim op midden links. Linkerarm schuin voor je. Schouders naar achteren. 4,
strekt een horizontale, je komt op en je wisselt links van rechts. Netjes. Keurig. Hou vast. Vier. Drie. Twee. Laatste. En je strekt hem helemaal naar voren. Handen onder je, voeten dichterbij elkaar. En je rolt rond omhoog. Zet je koor maar op. Billen maar op. Schouders op. Rol door. Zet de benen. En dan starten we liggend op de rug. Even zorg je linker zo doorstep. Kom maar liggen. Op je rug. We starten met de knieën naar de borst. Goed. De knieën zijn boven je borst, dus zo dicht mogelijk naar je toe. Je hebt de hele rug in de mat. En dan is dat een mooie houding om je core weer helemaal naar binnen op te trekken. Vast te zetten. Vast te houden. Benen knieën tegen elkaar. Voeten gepoint. Langzaam, gaan we naar hoog. Je rechterbeen strekt weg. Laag boven de mat. Je buigt hem terug. En dat past samen weer naar je toe. Dus je hebt hem nu helemaal rond. Correctie op alle lagen heb je vast. Eerst kant op. Hou hem vast. Linkerbeen strekt laag over de mat. Maak hem lang. En terug naar buiten. Benen dicht bij elkaar. Hou spartel elkaar aan. Naar je toe. Dus echt een trage beweging. Langzaam naar een holle, stekkende, hardwerkende rug. Als je op z'n vers bent, dan ga je je been strekken. Maak hem ook echt lang. Strek hem door en terug. Naar je toe. Opnieuw. Naar een zoveel mogelijk strekking. Als je op z'n vers bent, dan ga je linkerbeen strekken. Maximale lengte en terug. Naar je toe. Trekking, trekking, trekking. Tot die opnieuw. Op rechts. Adem in. Adem uit. Trek net die uitademing, al die buikspieren naar binnen. Op een inademing naar holle strekking. Doe je de beweging op je linkerbeen, strek door. En dan komt hij terug. Adem uit. Allebei de kanten nog twee keer. Hoe langzamer je gaat, hoe dieper je de aanspanning voelt, hoe beter je ook voelt. Waar je compenseert en waar je zelfs nog wat extra aan moet sturen. Allebei de kanten nog één. Daar, zo ver mogelijk. Daag jezelf uit. En terug. Linkerkant. Maak lengte. Knieën naar je toe. Onderbenen haaksen te bovenbenen. Armen schuin. Je komt zo ver naar voren als voor jou mogelijk is om naar de schuine buikspieren te gaan. Naar links, in de basis. Midden. Zonder dat je de knieën naar je toe haalt, naar rechts. Dus je houdt de rug aan het werk. Kom maar, ga door. De benen en voeten tegen elkaar aan. Schouders laag, je schouderblad blijft bij de mat. En je hoofd blijft in het midden. Ook nu langzaam, langzaam. Je hoeft hem niet neer te leggen, hè? Dus je draait hem zak en je houdt hem even vast. Even goed in die aanspanning, voordat je terug in het midden komt. Vier. Steeds een stukje.
stukje verder. Steeds een stukje dieper. 3. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. 2. Blijf langzaam doorgaan en hoe snel je er. Hoe sneller je gaat, hoe slordiger je wordt. Nog één. Hij gaat netjes. En dan kom je terug in het midden. Je zet de voeten neer. Je kan ze op het bekken van voor naar achter. Dus maak hem even los in die onderrug. Het zal waarschijnlijk wat stijf voelen. Maak hem los. Je core blijft actief, hè? Dus van daaruit werken van hol naar bol. In en uit. Let op. We gaan naar een holle rug. Zonder je bilspieren te gebruiken. Hoofd op. Bekken op. Til omhoog. Knieën van je af. Nu wordt je hoofd neergelegd. En dan langzaam rol je af. Pak die buikspieren maar naar binnen. Rol de rug. Binnen los. Kantel naar voor. Hoofd op. Til het bekken op. Leg je hoofd maar neer. En vanaf de nek. Boven, midden, onder de rug. Leg neer. Buikspieren doen mee. Bilspieren los. Komt ie nog een keer. Rol de rug. Til op. En terug. Uit. Laatste. In. En uit. Let op. Vanuit een holle rug. Binnen los. Hoofd op. Tillen omhoog. Je hoofd leg je neer. Binnen. Samen. Op. Op. Knijpen. Hou het lekker recht. De knieën gaan van je af gestrekt. Kom, zet die midden maar aan het werk. Hè. Kom, dieper. Hop, hop, hop. Waarschijnlijk kan je nog een stukje erbij. Hè. Kom op. Dieper. Hoger. Verder. Hop, hop. Kom op, kom op. Hou vast. Dieper. Hoger, kom. Let op, je zet hem hoog, stil. Blijf hoog, blijf hem diewen, 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 diewen. Kom maar, knijpen, knijpen, knijpen. Schouders laag. En nu leg je hem van boven naar beneden neer. Je billen gaan los onderwijl. Hoofd op. Kracht in die buik. Je trekt je buikspieren goed in. Je armen strekken schuin voor je. Je voeten eventueel wat verder van je af. Al die buikspieren stevig naar binnen. Armen. Op, op, op. Kracht in die armen. Kom op. Kan je ietsje hoger? Hou vast. Adem in. Uit. In. En uit. In. Uit. Kom op. Hou vast. In. Uit. Laatste in. En uit. Zet de armen stil. Rol. Benen boven je. Leg je hoofd maar neer. Maak je benen lang. Armen strekken. Rechterbeen. Gaat vanuit je heup. Opendraaien. Via rechts. Naar onder. Met kracht omhoog. Af. Zonder dat je de binnen van de mat trekt. Dus je houdt je binnen aan de mat. Hou je voor vast. Linkerkant draai over. Zij. Onderlangs, hop, met kracht, rechts, draai over. Zo groot mogelijk,
rechts die beweegt en komt die met kracht omhoog. Links. Eerste helft inademing. Je krachtbeweging is op je uitademing. Komt die, ga door. Hoe langzamer je gaat in die halve cirkel, hoe meer je je kracht opbouwt omhoog. Langzaam. Hop. Dus er zit echt verschil in de draai, dus in die halve cirkel. En in de beweging omhoog. Ga dat. Op. Vier. Op. Drie. Twee. Het been boven is ook echt stil houden. Laatste. Let op. Benen gaan strekkend naar de hoofdtop. Goed in die buik. Je houdt die buikspieren vast. Armen. Op, op. Adem in. Alles achter je navel stevig naar binnen. Benen gestrekt, voeten point. In. Uit. Kan je ietsje hoger, kom je ietsje hoger. Hop. In. Uit. In. Uit. Acht. Zeven. Hop. Zes. Vijf. Vier. Denk aan onderrug. 3, 2, de laatste, rol af, benen mee, kruisen, om en om, binnenkant been, hou vast in je koren, trek hem op als je kwijt was, binnenkant been, hou, kom, op, op, op. Hou vast, hou vast, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, langzaam tempo. Breed en kruis. In, uit. En tot die binnenkant kracht zet als je de benen naar elkaar toe duwt. Gelijkertijd kracht op je buikspieren, je koor. Op, in, uit, in en uit. 8, 7, 6, ziet er goed uit dames. 5, ga door zo. 4, 3, 2, laatste. Let op. Benen naast elkaar. Hoog op. Benen zakken. Handen in elkaar. Leg je achterhoofd, die handen en de bovenwijzen. Snuit omhoog. Hoge buikspieren. Op. Blijf je ellebogen wegstrekken, blijf je schuin omhoog kijken. Op, op. Dieper, hoger. Je hoofd blijft in je handen rusten zonder te trekken. Op, op, op. Hou vast hier. 8. Kom op. Blijf in die hoge bewegingen, die hoge aanspanning. 7. 6. 5, blijf in die korte beweging. 4, 3, 2, let op, we gaan naar een langzaam tempo. Je strekt hem langzaam op en je rechterkant strekt ietsje verder naar achterweg zonder dat je scheef gaat. Terug naar het midden raak. Langzaam vanuit het midden op, de linkerkant strekt weg. Blijf omhoog kijken. Vanuit het midden strekking rechts. Strek hem maar ietsje verder. En terug. Linkerkant, strekking op. Benen stevig met blijven strekken. Hou vast. Dus alles komt vanuit die lange zijkant. Zowel linkerkant als rechterkant. Zonder te draaien. Oh. Strekken, strekken, strekken. En terug. Acht. 7, 6,
bereiden. Als je rechter elleboog aan de beurt is, schop je linkerbeen een stukje op. Strek. En terug. Wissel. Links. Wanneer je been neerlegt, vanuit die midden, vanuit je balans, je wissel maken. Dus je blijft beide benen strekken. Pas wanneer je één neerlegt, komt de andere omhoog. Hop. Vanuit je middenpunt. Verlengen, strekken. Hop. En terug. Langer, langer, langer. Zowel lengte naar je elleboog als naar je tenen. Kort. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Laatste. Komt rechts omhoog. Je rug gaat naar de mat. Je trekt alles achter je navel in. Armen schuin voor. Vier. Kom. Dus alles achter die navel. Naar binnen getrokken houden. Kracht in die armen. Dus geen slappe bewegingen. Kom op. Kan je ietsje hoger? Kom je ietsje hoger? Blijf hem ondersteunen vanuit je rug. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Laatste. Oké. Let op. Strek hem op. Draai naar rechts. Schuif daar. Adem in. Voorlangs op. Maak boven in je draai. Schuif links. Strek hem op. Hop, 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 hop. Hou de benen bij de mat. Maak je draai en voor. Maak je bewegingen mooi af, hè? Linkerarm strekt naar achter. Je rechterhand duwt als het ware je rond nog iets meer in die draai. Voorlangs op. Draai en strek op. Dus die arm die schuin tegen je been aan ligt, die geeft je als het ware een extra setje. Dus een extra setje in je draai. Op het moment dat je arm naar achter gaat, geeft de arm bij je been dus iets meer tegendruk. Acht. Kracht. Kom. Zeven. Steeds een stukje verder. Zes. Geen slappe happen, hij gaat goed. Vijf. Vier. Drie. Twee. Allebei nog één. Strek hem op. Benen op. Strek uit. Hou vast. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Laatste leg neer. En strek hem uit. Dan kom ik in de kramp. Masseer hem door. Vier. Drie. Twee. Oké, neem even een slokje drinken. Ga de overgang maken naar buik liggen. Tot liggen. Met de benen gesloten. Je trekt gelijk als je gaat liggen je core in. Eventueel op handen, knieën, Regina. Dus, even wat ruimte houdt. Dan wordt het lastig en je benen tegen elkaar aan te zetten. We gaan op de rechterkant beginnen. Dus rechterbeen vanuit kniebreedte, heupbreedte, onder de knieën. Lig je op je mat, dan is het bekken breed. En liggen de benen dicht bij je. Zoals ik al zei, core vast, handen onder de schouders op de armen naast je. We beginnen eerst met hol, dus rond op. En de buikspieren naar binnen en naar
naar de hondsbol. Ik hoop dat jullie eens de beweging iets groter halen. Strek hem op. En uit. Nek lang in. En uit. Komt er nog een keer. Laatste. We gaan naar de strekking. Dus een rond in een holle strekkende stand. Zowel liggend of op handen en knieën. Je legt de onderarmen nog iets meer naar achter. De onderarmen op de mat. Of de handen onder je schouders. Rechte been. Komt die op. Voor je voet. Hou het lekker recht. Je linkerbeen ligt strekkend in je mat of je linker onderbeen vanuit de knie stuur je borst je rond naar voren. Op, op, hoog, hoog. Je mag de bilspieren voelen. Hou de buikspieren erbij, hè. Kom op, hou vast. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, let op. Linkerarm komt voor, duimwijzer omhoog. Op, op. Strekken, verlengen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste. Strek uit. We gaan op de linkerzij. Vanuit halve knieën kom je op je linkerzij. Vanuit de lichaam rol je op je linkerzij. Schouders laag, heupen recht. Hand voor de buik, je onderbeen echt in de strekking neergelegd. Bovenbeen flex. Langzaam omhoog. Voor, draai. Klein stukje op. Achterwaarts. Denk eraan dat je niet naar voren helpt, hè? Dus echt recht. Eerst recht omhoog. Hoog voor de grote cirkel voor. Halve hoog voor de cirkel achter. Je bent stabiel. Ga door. Op. En draai. Op. En draai. Denk aan je onderbeen. Hou stabiel. Zo hoog als mogelijk, zowel in de grote cirkel als ook in die halve hoge. Achterwaarts. 4. Op. En draai. Op. En draai. 3. Zo groot mogelijk. Hou vast. Wij gaan netjes lijf strekken bij de benen. 2. Laatste. En dan gaat hij achterwaarts. Blijf achterwaarts cirkel. Dus uit het midden omhoog. Achterwaarts. Alleen maar. Achter. Blijf in balans. Hou vast. Dus vanuit het midden. Op. En draai. Strek hem weg naar de hiel. Kom op. Pak hem op die zijkant. Dan zal je merken dat je kan je spieren heel hard moeten werken. 8, 7, 6. Nog 5, 4, 3, 2. Laatste. Rok op. Onderarm onder je. Taille spieren in. Lift de borst op. Buig je rechter knie. Pak je enkel maar vast. En neem het been mee naar achter. Borst naar voren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En de laatste. Je ligt half op je linkerbeel. Je pakt de binnenkant voet. Strek uit. Blijf vanuit die taille opstrekken. Linkerbeen op. En laag. Pointvoet. Op. En laag. Pointvoet. Op. Ja, netjes. En terug. Denk eraan dat je niet te ver naar achteren hangt.
de bovenste been maar zakken. Op handen en knieën of liggen op je buik. Handen onder armen naast je. En alles de schouders boven je polsen, knieën onder je bekken. En dan gaan we opnieuw. Bovenlichaam hol. Handen en knieën is die grote. Licht op de buik is die wat kleiner. Trek de buikspieren maar in. Adem in, strek op. Zo hoog mogelijk zonder echt op je armen te leunen. Vanuit de handen knieën gaat hij iets meer hol en iets meer bol. Nog vier. Drie. Twee. Let op. Bij de laatste kom je op. Blijf hoog. Linkerbeen strekt, rechterbeen blijft recht in de mat. Of met gebogen knie onderbeen, gestrekt onder je. Eigenlijk vanuit de gebogen stand bedoel ik, je bovenlichaam naar voren gestrekt. Kracht. Hou de heup in de mat, licht op je buik. Buiken, hou vast. Rechterarm strekt naar voren, duim gaat mee omhoog. Acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, laatste. Strek uit, vanuit handen knieën of vanuit de buikrug naar zij. We draaien heel even om. Rechterarm recht onder je. Beide benen gestrekt, flex voet. Houd ze laag, koor vast. Bovenbeen, komt ie. Op. En draai, half hoog, achter, langzaam. Denk eraan dat als je naar achter gaat, dat je je buikspieren laat meedoen. Dus niet alleen vanuit je rug pakken. Op en draai, op en draai, acht, zeven. Zo groot mogelijk en blijf strekken tot in die hiel. Zes. Vijf. Hij gaat netjes. Ik zie het aan je benen. En blijf mooi gestrekt. Hou vast dit. Vier. Rol terug op je buik.
benen op de handen, polsen onder je schouders. We gaan naar de holle rug. Strek hem op. Vanuit buiklicht. Nog een keer naar laag, trek de buikspieren maar stevig in. Vanuit kunnen handen, knieën naar rond. Adem in, lift op. En uit. Laatste twee van de hol. Laat je buik dicht. Kom je op een strekking en rolling uit. Je zet de handen ietsje verder naar achteren. Je komt vanuit hier op handen en knieën. Je zet de handen wat verder naar voren. Wat breder uit elkaar. Je houdt de billen, de knieën zoveel mogelijk boven elkaar. En je laat je borstbeen zakken. Kin in het midden. Lange nek. Adem door. Je core nog steeds actief, hè? Blijf hem intrekken. 4, 3, 2. Laat vanuit de handen. Duw op. Handen terug onder je. Naar een ronde rug. En dan laat je de billen naar beneden zakken. Ellebogen buigen naar de mat. Boven tussen je armen. Je core opnieuw. Concentreer op. Was je hem kwijt, pak hem dan nu op. Dan gaan de handen naar achter. De handen gaan in elkaar. En rol maar rond omhoog. Pak de buikspieren erbij. Je duwt het lekker naar voren, borstel. Armen van je af. Strek hem lekker op die voorhoofd. Knap je knieën omhoog. 4, 3, 2. Laat de handen op. Pak je rechterpols, buig naar links. Midden. Pak je linkerpols, buig naar rechts. En het midden. De handen gaan laag, de rechtervoet komt voor. Hand op je bovenbenen, je brengt die knie ver naar voren, strekking in de linkerlies. Handen onder je. De tenen van je achterste voet in de mat. Je been strekt. Je voorste been gaat strekken. Adem in, strek benen rond. Nek, voor vast. Uitadem, buik je bovenlichaam langs de binnenkant. Rechterbeen. 4, 3, 2. Laat je linkerhand dus onder je schouder. De rechterarm draait omhoog. Adem door. 4, 3, 2. Laatste draai maar terug. Buig je voorste knie, achterste knie. En je komt terug op handen en knieën. Linkervoet naar voren. Je zet de hand op je linkerbovenbeen. Je duwt de knie ver naar voren. Je strekt je naar rechter. Voorbij komt is dat prima, hè? Want je hebt te weinig druk op die knie. Het gaat om die rechterkant. Handen onder je. Tenen rechtervoet in de mat. Been strekt. Voorste been strekt mee. Bekken recht. Adem in. Uit. Bovenlichaam. Voet langs je benen. 4, 3, 2. Plaats de rechterhand is onder je schouder. Hoofd op linkerarm draait mee omhoog. Adem door. 4, 3, 2. Laat je terug naar daar. Achterste voet, stap naar voren. Handen om de enkels. Strek de benen naar de achterkant, rug, nek. Uit, buig de ellebogen en kom maar laag. Nek ontspannen. 4, 3, 2. Laat alle buikspieren stevig naar binnen, rol rond omhoog. Schouders op. En laat, rol door. Schud de benen even lekker los. Dan schrijf je de voeten wat breed.
rechterarm op. Pak je hoofd even mee. Linkerarm schuiven. Linkerarm laag. Hoofd recht op. En je wisselt. Pak hem vast. Nee. Andere arm tilt op. Strek recht. Rechterarm laag. Hoofd in het midden. Handen in elkaar. Dus tegen je achterhoofd. Duw de ellebogen naar achter. En op een uitademing maak dan een rol. Duw de ellebogen naar elkaar zonder dat je heel goed zet. Adem in, voorlangs op. En uit. Komt het nog een keer. Voorlangs op. Trek de ellebogen maar naar achter. En de laatste, naar rond. En je rolt af. En je laat de armen helemaal los om je. Bengel ze maar los. En nog steeds is je koer actief. En al bewegend als een lappenpop rol je op. Schouders rollen door. En dan gaan de armen zijwaarts op. En dan gaan de handen heel hard op elkaar. Je hebt hem weer verdiend. Hard gewerkt, dames. Ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet van je avond zolang die nog duurt. Volgende week, dezelfde plek, dezelfde tijd. Of ander tijdstip, andere les natuurlijk. Ook altijd lekker. Even de camera uit.